gekild door Bahamut. Daar word je ook niet vrolijk van. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie in echte zeep. In de vorige aflevering zijn we dus verder gekomen, hebben we een baas kunnen verslaan en zijn we gepoond door Bahamut. En moest ik dus het hele stuk weer teruglopen vanaf mijn laatste save. Waar we dus zeg maar zijn begonnen bij part 1. Of part 1, bij part gisteren. Dus ja, sorry daarvoor. Dus onze levels zien er nou iets anders uit. Zeepie, we zijn iets meer random encounters tegengekomen dan dat we eigenlijk hadden. En we komen hier weer een ruimte. Als het weer een Bahamut is, dan gooi ik hem gewoon in. Nee, dit is een andere. Dit is de Red Clipper Beast. Zo noem ik ze altijd. Omdat ze hebben een aanval genaamd Red Clipper. Deze die kunnen... Stilva heten ze. Deze kunnen op zich best wel pittige klapjes uitdelen. Zoals we dus net even hebben mogen zien. En volgens mij zijn ze zwak voor water. Dus een wateraanval. En daar hebben we die Red Clipper aanval waar ik het over had. Dus ik doe heel eventjes gelijk healen. Want oh, die doen echt... Oh, hij is mis. Dat is gunstig. Doe jij maar heel eventjes No Mercy. En blijf maar heel eventjes aanvallen. Maar ja, met een Behemoth. Want het was niet Bahamut, maar Behemoth. Broodje en zusje, weet ik veel. Dat was nogal een beetje gevaarlijk. Dus daar willen we wel vooruit kijken. Nou is het dus zeg maar zo dat deze aflevering gaan we ons focussen op twee verschillende bazen. Een Secret Boss en een Required Boss. Nou is het met de Secret Boss wel eigenlijk zo belangrijk dat we daar goed voor geëquipt zijn. En bij de andere boss die we dus zeg maar tegen gaan komen, dat we daar ook goed op voorbereid zijn. Dus moeten we wel eventjes langs onze abilities. Doe jij nog maar een keer No Mercy, want dat doet op zich heel veel schade. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Fire hield me. Maar hield Fire hem ook niet? Jij hield mij, ik hield jou. Nee, doet hem gewoon schade. Zo, 5000 schade. Dat is niet verkeerd. Een leuke Return Magic. Nou, heb je het heet? Cool, nou maar af. En dat nekt hem. Mooi. Dus ja, dan komt nou als eerste gaan we naar de Secret Boss toe. En dan wil ik wel mijn abilities eventjes voor swappen. En jullie goed eventjes laten zien waar dat precies zit. Dus even kijken. Niemand zit op een meervoud van level 5? Zo te zien niet. Dus iedereen die zit goed. Nou, wat we dus moeten doen op dit moment is... We gaan onder de waterval door. En als ik niet eens krijg, we eerst de cutscene. En deze cutscene is dus belangrijk om te onthouden tot dat op deze locatie is. En wie hier die aan het zwemmen is. Wauw, we zijn in oceaan. Vis overal. Jam jam. Waar ben je mee bezig? Ik zwem achter vis. Zeepie, help vis vangen. Wat nu? Kan nu geen ademhalen. Oh, kan niet ademen! Dat is omdat jij denkt dat we binnen in een oceaan zitten, maar ik kan gewoon ademhalen hoor. We zitten niet in een oceaan? Nee, je kunt gewoon ademhalen. Valt gewoon neer. Dat zal wel heel erg raar voor ons dan uitzien, maar goed, oké. Je hebt gelijk. Ik adem oké nu. Goed zo, weer. Je leert het goed. Adem in, adem uit. Vis allemaal weg. Ik droevig. Ach. Maar goed. Als we dus zeg maar hier achter deze rot gaan staan. En we drukken dus zeg maar op kruisje. Dan horen we een mysterieuze stem die zegt. Wie durft mij te storen in mijn slaap? Laat me met rust. Of je gaat dood. Oké, wij lieven nog wel heel eventjes. De reden waarom is. Wij willen heel eventjes door onze abilities heen gaan. Nou, zoals jullie weten. Level up is niet nodig bij bazen. Dus die kan gelijk uit. Nou weet ik dat hij heel erg veel gemene aanvallen gaan hebben. De baas die we dus zeg maar nou tegen gaan komen. Jelly is heel erg belangrijk. Bright Eyes is heel erg belangrijk. Locomotion, heb jij die? Ik geloof dat jij Locomotion had. Restore, Clear Head. Locomotion, ja, die moet zeker aan. En... Ja. Nou ja, eigenlijk heb ik er liever eentje met... Weet je wat, hou jij Locomotion uit en doe jij even Autolife aan. Just in case. Jij gaat ook met level up uit. En dan doe jij wel eventjes Jelly en Locomotion aan. Je hebt Auto Haste aan. Maar ja, jij kan dus zeg maar level up kan nou uit. En dan, ja, Love Mouth, daar kunnen we nog altijd wel tegen. Jelly moet aan, Locomotion moet aan. Dat is tegen verstening en tegen stop. Heel erg belangrijk. Antibody mag jij ook gewoon zo laten.
En Destiny ook heel eventjes level up uit. En ik geloof dat... Return Magic wil ik hierbij aanlaten. Doe maar Locomotion en ook doe maar Jelly. Just in case. Goed. Zorg ervoor dat iedereen goed geheeld is. Zit iedereen op vol max HP? Ja, niet op MP, maar dat maakt niet zoveel uit. Goed. Nog een keer. Waar ben je? Waar ben ik? Hier ben ik. En random encounter is. Fijn. Oké, poging 2. Mag ik nog een keer naar die stem? Ja, goed. Don't leave. Zeg, bereid je voor om te sterven. Oké. Nou, wie zou zo klinken? Muziek is optioneel. Het is niet een echte boss battle muziek. En we komen in één keer in space. En moeten tegen die gozer daar op die stoel vechten. Dit is Hades. Yep, dit is niemand anders als Hades. En nou willen we gelijk dus zeg maar gaan spammen van hier tot het beginnen met Aura. En hij doet al gelijk reflecties, dan moeten we Meteor gaan gebruiken. We kunnen stealen eventueel. En jij doet maar eens heel eventjes de touw hier, want dat is nou wel nodig op dit moment. Aura die wil ik op iedereen gaan doen, zodat iedereen autolife heeft. Dus dat kan even een paar buurtjes duren. Maar je wil dus uit gaan kijken voor sommige van zijn aanvallen. We beginnen eventjes met een Meteor even tegen zijn kop aan te smijten, omdat dat niet te blokkeren is. Ik wil weer een Aura en die gaat op de touwler. We hebben hem al wat schade gedaan. Dit is een optionele baas en je kunt Running Boot zelfs van hem stelen. En op het moment dat hij dat gaat doen, Powering Sword, wil je zo voorzichtig mogelijk zijn. Jij doet nog een keer Steel. Jij doet nog een keertje Meteor. Dit kan heel gevaarlijk gaan worden. Ligt eraan welke aanval dat we gaan zien. Aura. Oh boy. Nou, en Zelda die moet maar heel eventjes op open blijven staan. Want op... ja, we kunnen wel een summon trouwens doen. Doe maar Odin. 3. Oh boy, dit is zo gevaarlijk. Stol Reflectering, hartstikke handig. Weet je wat, doe jij toch maar eventjes snel nog even Aura op Zelda. Meteor is gemist, dat is best wel jammer. Oh boy. Sante zoeken! 3000 of 3700, dat is niet verkeerd. Oké, jij moet nog een keertje met Meteor beginnen. 2! We hebben nog één beurt vrij, dus we kunnen nog één keertje met Zelda aanvallen. Summon. Doe maar Bahamut. Dat is net zo makkelijk. Oh, deze aanval die wordt gevaarlijk. Oké, we hebben Battle Boots nog kunnen stelen. Dus dat zijn Battle Boots, Running Boots en de Reflectring. Drie hele geweldige items. Jij doet nou No Mercy tegen hem. Jij doet nog één keer even kijken of hij nog iets heeft voor Steel. Oh boy, 1. Volgende beurt gaat het gebeuren. Oh, dit gaat... ik hoop dat het goed gaat komen. Meteor. Ik bedoel, we hebben geprotect wat we kunnen protecten. Dus we willen hem zoveel mogelijk aanvallen gewoon met alles wat we hebben. En ik vergeet, als ik me niet vergis, komt nou de aanval. No Mercy. Nou wil je dus zeg maar iedereen gewoon nog even open houden. Kijken wat die aanval gaat doen. Oké, we konden niks stelen. Daar komt hij aan. Curse. Oh boy. Ik heb geen controle over... Is iedereen confused? Iedereen is confused. Oh boy. Kom op, die confusion moet snel ophouden. Oké. We hebben er eentje terug. Destiny is poisoned. Dus daar moeten we nou heel eventjes eerst gelijk gebruik van maken door een antidote erop te gooien. Zelda die heeft slow effect. Wat de curse eigenlijk doet is dus zeg maar iedereen een random status effect geven. En daar wil je dus zeker voor uitkijken. Dus wat ik nou eigenlijk wil doen is een remedy op gaan gooien op de mensjes. Judgment sword. Ja, nou hebben we Zelda ook weer terug. Geloof ik. Nee, nog niet. Oké, remedy. Eerst op Zelda. Iedereen heeft ook mini status. Oh, kijk, daar was ik dus super bang voor. En daarom heb ik dus iedereen autolife gegeven. Oh. Nou, dat wil in ieder geval zeggen dat iedereen weer een leven is. Even kijken. Jij doet eerst eventjes een... 2 keer achter elkaar? Dat is zo not fair. Waar ben ik blij dat ik gesaved heb. Goed dan. Poging 2. Dat was niet echt... fijn. Ik heb nou heel eventjes een beetje verandering erin gegooid. Ik heb er nou voor gezorgd dat
iedereen clear-headed heeft, waardoor dat we dus ons geen zorgen hoeven te maken voor... Jeetje, hij heeft wel heel erg veel zin om de cleave de hele tijd te gebruiken. Maar dan hoeven we ons geen zorgen te maken meer over confusion, dus nou hoop ik niet dat Curse iets anders gaat doen. Maar zoals je dus ziet, ja, daar wil je dus zeker voor uitkijken. Oké, jij doet nou even gelijk even healen. Eerste meteor is mis, daar baal ik eigenlijk best wel van. Dus ja, poging 2. Deze baas is niet om mee te dollen. Maar hij geeft je zoveel goede stuff op het moment dat je hem verslagen hebt. Dus deze moet je gewoon verslaan. Oké, we blijven heel eventjes stealen. Jij gaat nog een keertje door met een meteor aanval, want jij doet Judgment Sword. Fijn. Blijf healen ondertussen. Jij doet weer een aura op jezelf, want jullie zijn eigenlijk ook een beetje healers. Dat vind ik wel fijn van Destiny, dat hij zowel een warrior is als een healer. Dus eigenlijk al die items die hij heeft, die hebben we niet echt nodig. Want ja, we hebben gezien wat hij dus zeg maar allemaal heeft. Maar hij heeft nog een vierde volgens mij dat we kunnen zeggen van... Ja nou, daar zie ik eigenlijk best wel wat inzetten. Die wil ik eigenlijk best wel hebben. Mustard Bomb, oh dat zorgt voor heat status. Ik heb nog niks op jou ingevoerd. Dus dan ga ik eerst even naar deze toe. Noem Meteor. Jij bent er tegen bestermd. Oké. Doe maar Odin. Dus eerst even weer Autolife. En je ziet het, het kan in één keer je leven redden. Behalve als hij die aanval twee keer achter elkaar doet. Battle Boots. Ja, die hadden we net ook al. Dus, gevaarlijk beestje. Aura. Boom. Raak. Mooi. Zeepie. Steel. Ja, iedereen heeft dan eventjes auto-regen voor voor een kort aantal momenten. Dus dat is wel handig. Jij doet nog een keer meteor. Jij blijft gewoon meteor spammen. Dat is hoeken! Doet zijn schade. Elke 1000 is er weer eentje minder van zijn helft. Jij heeft aura gedaan. Dat is alleen maar mooi. Jullie staan al geprogrammeerd. Ik weet niet wat voor volgende aanval gaat worden. Dus doe maar Odin weer. Freeze! Nog niet misschien. Aura op de touwler. Ik weet niet waarom, maar je moet Zelda wel hebben met Heat en Freeze. Maar ja, die heeft Body Temp aanstaan, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Oké, Meteor. Het zou veel makkelijker zijn als ik die ene aanval al had voor de touwler. Maar ja, die hebben we helaas nog niet. 5000, mooi. Zijn deze hoeken? Jij doet nog een keer meteor. Dit gaat alleen maar gunstig worden zo. Zoals je al ziet, gewoon in 2 afleveringen hebben we al gewoon een knockout. En we zitten over de level 50 heen en we zijn absoluut niet underleveld op dit moment. Doe maar weer eventjes. Weer niks kunnen stelen, maar dat maakt niet uit. Oh boy, hier gaat hij. Je moet nog een aura gooien op de touwler. Oh nee, die hadden we al. Doe maar een throw. Doe maar even Wind Edge throwen. Jij doet steel. We hebben in ieder geval 3 vrije beurten als hij dat doet. En daarom moeten we zo snel mogelijk gaan healen. Black Magic. Meteor. 3. Oké, nou gooi maar. 7070. 7070. Dat is wel grappig. Oké, we hebben de running shoes. Die hadden we net ook al. Oh, hij had nog iets, maar wat dat precies is, dat weet ik dus niet. Doe nog maar een Wind Edge, want... Touwler heeft weer gemist met Meteor. Ja, dat is het nadeel van Meteor, maar die is niet terug te kaatsen met Reflect. En ik zie dat zijn Reflect nou is uitgewerkt, dus we kunnen even met Flare gaan gooien. Dus Touwler doe jij maar Flare, want dat is een gegarandeerde hit. Dus doe maar. Hij shake er helemaal van, joh. Oef. Weer 70-70. Spannend. 1. Jou houden we gewoon eventjes nou op standby. Jij doet nog een throw. Jij doet nog een steal. Vijfduizend, dat is niet verkeerd. Oké, hier komt ie. Curse weer, oké. Begin even met remedies. Even kijken. Doe maar een remedy op jezelf eerst. Jij moet een... Oh, we doen nou zo weinig schade. Jij moet eerst even een antidote nou hebben. Oeh, veel schade daar. Oké, jij doet eventjes een remedy op... de touwler. Jij doet eventjes een remedy op...
Zeepie. Ja, en slow, volgens mij. Ik weet niet of ik de slow ergens mee kan fixen. Dus, even kijken. Jij kan weer een meteoortje doen. Jij kan ondertussen Kyurara doen. Volgens mij is er nog eentje small en dat is Destiny. Dus, ja, die heeft nog small status. Oké, nou, we hebben de eerste ronde nou een keertje overleefd. Omdat we niet allemaal, zeg maar, zo confused waren. Dus dat is alleen maar gunstig. Jij doet nog een keer steel. Deuren, waarom is hij nou weer mis? Dus ja, Zelda is nou op dit moment eigenlijk onze standaard healer. En we hebben gelukkig nog niet onze autolife verbrast. Wat gunstig is. Meteor. Ah, trouwens, wacht eventjes. Doe jij eerst even een eye drops. Oh, darkness is al weg. Wat herstelt dan... Ik heb geen flauw idee wat dat dan herstelt, maar goed. Oh, jij bent nou bevroren vandaag. Oké, dan doen we even weer een windedge gooien. Oh, je slow is weg. Slow is niet eeuwig, gelukkig maar. Dan doe je maar heel even een Odin tegenaan gooien. Oh, hij gaat zo'n zwaard weer poweren hoor. Oh boy. Doe jij dan nog maar eventjes een meteoortje er tegenaan gooien. Oh, we hebben hem! We hebben hem! Oh, strategie! Phew! Ja! Vervloekt zijn jullie allemaal! En, oh, je krijgt wel experience van hem, dus ik had level up eigenlijk net zo goed aan kunnen laten, maar dat maakt niet uit. Ik dacht namelijk omdat het een boss battle is dat jij daar geen experience van zou krijgen, maar blijkbaar krijg je daar wel. En je krijgt er een holy card van, ook hartstikke leuk. Maar er is namelijk nog iets veel leukers wat je van deze baas krijgt. Ah, ik moet zeggen dat ik jullie wel knap vind dat jullie zo kwamen. Ik zal jullie rewarden voor dit geweldig iets. Breng me 2 Pumice pieces hier en ik zal ze maken voor jullie. Het eindproduct is iets wat ik alleen kan maken. Nou, laten we die toevallig eens hebben. Dus hij opent daar een synth shop en dan kun je weer de Rope of Lords krijgen door een white rope en een black rope samen te voegen. En zoals je dus zeg maar ziet, heb je hier de Pumice. De Pumice is een ultimate item die je dus alleen maar bij hem kan krijgen. Er zijn maar 2 pieces of 3 pieces in het hele spel. En hij is degene die hem kan maken. Nou, de Pumice die willen we dus zeker aan hem geven. Dan, die kost ook 50.000. En op het moment dat je dan ook gaat kijken, dan zegt hij ook Summon the Beast from the Dark. Dit is zeker iets specifieks. Nou, Protect Ring die hebben we toevallig al. Dat is een Dark Matter met een Rebirth Ring. Maar die hebben we gelukkig al eentje en die is geëquipped. En voor de rest heeft hij dus zeg maar ook de Save the Queen. Speciaal, volgens mij is dat een speciaal wapen voor Leroy, dat weet ik niet zeker. En je kan eventueel een Pumice Piece weer krijgen door de Pumice met een hamer. Maar geloof me, dat wil je niet. En dit is de enigste plek waar dat je Eaters kunt kopen. Of ja, eigenlijk maken met een Echo Screen en Vaccine. Dus ja, dit is zeker een summon waar je dus langs wil komen. Goed, we gaan heel eventjes langs onze abilities om heel eventjes bij de Tauler... En bij Destiny Return Magic uit te zetten. Geloof me, dit moet je doen. Dit is niet een requirement, dit moet je gewoon eventjes doen. Dus Locomotion en ja, doe maar even Love Mouth dan aan. En bij jou Return Magic uit. Hou je er 11 over. Jelly, Bright Eyes. Ben ik tevreden over. Goed. De reden waarom is, er komt namelijk een volgende baas aan, alleen die houdt nogal veel van water aanvallen. En nadat we toch bezig zijn, laten we heel eventjes die Pumice die we nou hebben, die een enorme stat boost ook nog eens niet heeft, die zorgt ervoor dat Zelda de Ark kan leren. De Ark is de sterkste summon ooit en die wil je zeker gebruiken. Nou wil ik heel eventjes langs de abilities van Zelda, omdat ik wil eigenlijk, boost wil ik aan hebben. Maar ja, die kost 12 ability points. Dus ja, dan moet ik heel eventjes gaan kijken. Antibody, clear headed kan nou uit. Aangezien dat we boost, of dat we nou de arc hebben, denk ik dat ik Odin's Sword niet meer gaan gebruiken. En ga ik dus boost gebruiken. En volgens mij moest ik ook concentratie aanzetten. En dat is 10. Wacht eventjes. Strength of Edoyans. En wat doet concentratie? Raises the strength of spell. Nou, volgens mij zitten we zo wel goed. Nou, is iedereen trouwens geheeld? Heel belangrijk. Ability. Dit is de eerste keer dat ik eigenlijk mijn eaters dadelijk kan gooien. Jij healt even iedereen. En dan gaan we eventjes mijn eaters gebruiken.
Zo. Want als we hier naar boven toe lopen, dan komen we namelijk net boven het water uit. Het nepwater. Dus Gaia was vroeger eerst een hele grote oceaan. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Maar om een of andere reden zit dat in mijn geheugen. Ik was nog niet eens geboren op dat moment, dus het slaat helemaal nergens op. En ik was geboren op Terra en niet op Gaia, dus hoe kan het in mijn geheugen zitten? Het is ook in mijn geheugen. Gaia die was helemaal omringd door water. Ik krijg hetzelfde gevoel een beetje zo. Misschien dat al het bestaan weer terug kan worden naar een single bron, naar een aparte bron. Ik snap er helemaal geen ene bal van. Maar goed, als we hier dus naar boven toe lopen. Random encounter? Nee, boss battle. Release the Kraken. Dit is namelijk de Kraken. Deze is de enige die dus zeg maar verschillende dinges heeft. What a chaos Kraken. Your presence is forbidden. Nou, dat maak ik zelf al uit, ja. Hij kan geen Nederlands. Dus ja, we kunnen wel van hem gaan stelen, wat ik ook zeker ga doen. Maar wat dus het grappige is van deze baas is, zijn zwakte is vuur. Ja, daar stond ik eigenlijk ook van te kijken de eerste keer tot ik dat zag. Ja, we hebben niet echt zeg maar tot hij echt een dreiging is of iets. Dus jij doet Kraken. En laten we de grap de arc gebruiken. Je ziet, dit kost 40 MP en we hebben half MP, hebben we dus zeg maar geëquipt. Dat wil dus zeggen dat die summon aanval gewoon 80 MP kost. Nou, maar goed, buiten dat. Jongens, dit is dadelijk een feestje. Hier doet hij waterga en dat is dus de reden waarom dat ik... Oh, hij doet het op zichzelf te healen. Hij doet namelijk waterga op zichzelf om dan zeg maar zichzelf te kunnen healen. Het probleem met waterga is op het moment dat hij dat op ons doet, dan krijgt hij twee keer return magic en dan heal je hem dus de hele tijd. En dat is vervelend. Maar goed. Oh, hij gaat inken. Ah, je laat me inken. Doe jij nog eens een flare? Doe nog maar een keer No Mercy. Op de Kraken. Hier, zie je, nou doet hij dus waterga op de hele party. Dat is dus waar je vooruit wil kijken. Want anders zouden we nou twee keer Return Magic hebben gekregen. En dan heal je hem dus. Maar goed. Eternal Darkness. Enjoy. Overkill match. En het doet behoorlijk veel schade. 7000, 8000. Het is een enorme lange aanval, dat zekers. Maar boy, is hij sterk. En dat komt dus zeg maar omdat je dus boost aan hebt staan. Wat je dus van een Pumice kan leren. Aangezien dat hij nou zwak is tegen vuur, doe ik heel eventjes gewoon een normale aanval tegen hem. Gewoon een vuuraanval. Maar de reden waarom dat... Ja, ik weet niet, hebben jullie die baas... Die summon... Herkennen jullie hem nog? Want dat is dus zeg maar van een specifieke baas. Dat is namelijk de baas die wij hebben verslagen in dat plaatsje waar wij geen magie voor mochten gebruiken.
Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren tot we daar zaten, maar... Ja, die plek. Die vijand die de eerste permis gaf. Dat was hij. Dat zijn zij! Ja, dat zeg ik. Maar goed. Ik ben bevroren. Wat leuk. Nou zul je dus zien tot elke summon die we dus doen, omdat we nou boost hebben geëquipt, tot we dus de gehele cutscene bij elke summon gaan krijgen. Dit is een issue met de arc, want dat wil dus zeggen dat elke keer als je de arc gebruikt, het doet een enorme schade, maar die hele cutscene van dat filmpje krijg je te zien. En dat is eigenlijk best wel teleurstellend. Nou ja, deze die doet op zich ook wel een goede damage, dus ik zal de arc alleen maar in noodgevallen gebruiken. En zijn tentakels hebben we al uitgeschakeld, dus ik denk niet dat deze baas nog veel en lang te leven heeft. Dus doe nog maar een keer Ifrit. Ja, het is alleen nog maar de kraken zelf, weet je waar? Laten we het afsluiten met een bang. Ik vind het leuk. Oh, hij skipt leg day. Oké, een Fyraga erop. Destiny heeft zijn aanval ook al klaarstaan. Ik denk dat dit het einde van hem is. Zeker als we de Ark gaan gebruiken. Nou komt Destiny met No Mercy. Hij mist weer. Dat is alleen maar gunstig. Maar het is nog niet voorbij. 6000 schade weer. Nou, doe jij nog maar een keertje Fyraga dan. Oh, hij gaat hij zichzelf healen of? Nee, hij valt ons aan. Oké. Nou, misschien is het weer een keertje handig om eventjes te healen. Want ik bedoel, serieus. We zitten al op 3 mensen die zitten nog maar op weinig health. Maar goed, het is weer tijd voor Eternal Darkness. Dus ik pak heel even dus een slokje drinken. Aangezien dat ik daar nou toch de tijd voor heb. En ja, wij mogen weer dus naar die cutscene kijken. Maar laten we nog eens een keer goed naar die cutscene kijken. Want ik druk nou niet vierkantje in. Dus nou zullen we dus wel dat balkje zien. Maar deze hele transformatie die duurt volgens mij iets van 1,5 minuut. Heel deze aanval. En het begin is alleen maar van hem die transformeert en richting Gaia komt. Die heel erg veel op de aarde lijkt in één keer. Heel erg spontaan. En dan doet hij nog niet eens wat. Dit is alleen maar oproepen. Transformers, back in action. Optimus Prime. Maar ja, deze zullen we dus heel erg vaak gaan zien als we dus tegen de meester van bazen aangaan. Maar dit vind ik op zich wel mooi, dat je dan extra eventjes die vijand ziet. Eventjes target locked, recht in het midden, oké. En hierbij vond ik eigenlijk al dat dit al genoeg was. Hij schiet zoveel van die bommetjes op hem af, wat een beetje lijkt op de ultieme aanval van Kuja. En dan krijg je nog zelfs dit. Dit was niet nodig. Maar goed, dan powert hij nog iets op. Weer een laser. En in plaats van dat je die laser dus ziet wat hij doet, krijg je gewoon de aarde te zien. Gaia. Of iets wat heel erg veel op de aarde lijkt. Een gigantische explosie. Dit had gewoon instant kill moeten zijn. Ik bedoel, je moet er enorm veel moeite voor doen. Om deze aanval te krijgen. Dat had gewoon een instant kill mogen zijn. Of gewoon een limit break die gewoon 99.000 damage doet. Ik bedoel, hij is er duur genoeg voor. Maar vergeet niet, deze aanval die doet net zoveel als Flare. Op een goed moment. Had gewoon net zoveel. En hij is nog niet dood! How do you even survive that, bro? Nou ja, het is tot wij nou eventjes een healing ronde erin gooien. Maar echt serieus. Het is overkill. Maar qua de schade doet het niet zoveel. Ik bedoel, serieus. Het is... De Towler heeft een keertje al zelfs maximale schade gedaan gewoon door te niezen. En hij blijft maar like doen. Ik snap er ook helemaal niks meer van. Jij doet nog een keer Fyraga. Dit beest heeft echt heel veel... Zelda! Dit beest heeft echt heel veel HP. Het houdt niet op, niet van zo. Hij heeft al 2 keer die ark tegen zijn neus aan gehad. En ik weet niet hoeveel No Mercy's en alles. Dus oké, nou, wij doen eventjes revive. Jeetje, ik neem wel best wel veel schade. Daar ben ik eigenlijk niet echt blij mee. Steel. Oh. Die laatste Fyra deed hem de das om. Nou, we hebben veel schade ontvangen, daar ben ik heel eerlijk in. Maar we hebben gewonnen. Jee. Krijg 10 AP waar niemand iets aan heeft. Alleen maar Zelda alleen, die ligt voor Pampers. En we krijgen een Phoenix Finion. Jee.
Want jij vergeet niet, deze was required. Dus, maar goed, eventjes snel healen. En ik denk dat ik het daarbij ga laten voor deze aflevering. Dus ik dank jullie sowieso allemaal voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je nog een vraag over deze aflevering? Laat het weten in de comments als je daar de tijd voor hebt. Morgen gaan we natuurlijk verder. Het is bijna klaar met deze Let's Play. Want we zijn bijna door heel Memoria heen. En er is nog... even kijken, we hebben nog één baas. We hebben dan natuurlijk de final boss. Maar we hebben ook nog de baas der bazen. Die er dus ook nog zeg maar aan zit te komen. Dus nog heel erg veel om naar uit te kijken. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je de, ja, heb ik al gezegd. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Dus tot dan. Doei!